Jaroski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live video hier op Call of Duty Black Ops 3. Vandaag gaan wij een Domination 6 tegen 6 potje spelen op de map Nuketown. Wat natuurlijk een hele kleine map is en daarom gebruiken wij ook de KVK 99M. En denk van Jan, is het dan niet handiger om een submachine gun te gebruiken? En ik zelf vind dat persoonlijk niet, want met deze KVK kan je op de wat verdere afstanden, dus eigenlijk van huisje naar huisje, kan je heel erg lekker schieten. En op korte afstanden is die ook nog eens chill. Dus vandaar deze keuze. Ik heb een opstaande reflex sight om gewoon een beter richtpuntje te hebben. De quickdraw om sneller te kunnen inzoomen. En een stok om op het moment dat je ingezoomd bent, sneller heen en weer te kunnen bewegen. Dan hebben we nog zoals perk scavenger voor wat meer ammo. Fast hands om natuurlijk sneller in te zoomen na het sprinten. Flakjack zodat we geen last meer hebben van granaten. Altijd handig op een kleine map zoals Nuketown. En afterburner zodat we gewoon lekker veel kunnen springen. Als scorestreaks gebruik ik vandaag de Talon als eerste scorestreak, wat al gewoon 1050 punten is. De Rave als tweede scorestreak, wat 1100 punten is. En Hater als derde scorestreak, wat 1200 punten is. Wat inhoudt dat ik eigenlijk gewoon heel erg goed mijn best moet gaan doen om die scorestreaks te halen. Misschien lukt het niet, want Nuketown is echt super chaotisch. En als je in de ene kant zit en enemy spannen aan de andere kant, kan het ook in één keer zo zijn dat ze naast je spannen. Kan allemaal, dus scorestreaks halen gaat lastig worden. Leggen we niet veel focus op. Alleen hebben we wel de combat focus aanstaan. Wat inhoudt dat op het moment dat ik mijn scorestreaks wil halen, ik mijn combat focus kan activeren, zodat ik dubbele punten per kill krijg voor mijn scorestreaks. Dus we gaan gewoon onze best doen. We hebben een prachtige KVK in de handjes. En ik hoop dat het lukt. Zo makkelijk is het. Dus tot en met in het potje. Hier gaan we dan in ons prachtige, prachtige Domination potje. Je ziet het al onderin. Ik heb 1050 punten nodig voor de Talon. Dus we gaan er gewoon op afrennen. En dan zien we eigenlijk vanzelf wel hoe dit gaat. Zo makkelijk is het. Ik kan het ook niet moeilijker maken. Die heb ik geraakt. Die is nog niet dood helaas. Die heb ik geraakt. Die is ook nog niet dood helaas. Hij is wel nu dood. Dus dankjewel teammate. En die heb ik geraakt en die is wel dood. Nou, kijk eens aan. Tenminste één iemand die neer wil. Zo, mijn teammate poes hard erin. Joh, kijk dan. Hij zei, oké, één iemand gebruikt de Bressie. Eén iemand gebruikt de Bressie. Dat is ons aandachtspuntje. Want de Bressie is natuurlijk gewoon de sterkste shotgun in heel Black Ops 3. En dat is ook eigenlijk een shotgun die je gewoon niet, maar ook echt gewoon niet wil tegenkomen. Dus daar wordt heel veel oplet geblazen dat we niet op korte afstand de Bressie-man tegenkomen. En daarom, oh, ze pakken C. En daarom ben ik nu eigenlijk ook een beetje bang om erop af te rennen. Puur gewoon omdat ik weet dat iemand dus die Bressie gebruikt. En omdat ik weet dat dat wapen echt mega sterk is. Lekker hoor, teammates! Kijk uit, jongens! Lekker, jongens! Wauw, hey, ik zweer het je, mijn team is hard aan het gaan, jongen. Nee! Oh, ik had bijna mijn Talon al, dan had ik de rest van mijn streaks ook kunnen halen. Nee, Mattie. En maar dit is niet eerlijk meer hoor. We hebben de B-vlog is nog niet gepakt. Maar die enemies kunnen gewoon letterlijk helemaal niks, joh. Ik ga gewoon B. Nou, weet je, zal ik B gewoon laten zitten? Mijn teammates laten hem ook zitten. En de reden waarom ze hem eigenlijk niet willen pakken is puur natuurlijk omdat het potje dan langer duurt als je die vlag niet pakt. Dus ik laat hem ook gewoon zitten. Ah, goed gespeeld, goed gespeeld, goed gespeeld. Ik wist niet dat ze hem nog zouden spannen, maar dat was mijn fout. Oh, lucky best. Een beetje voor me wegrennen, hè, bro. Oeh, ik weet niet of dat de Bressie man was, dus ik was een beetje bang. Ah, ze kunnen niks meer, joh. We hebben nu wel de B-vlag. Die vijanden kunnen niks meer, joh. Ik weet niet wat mijn teammates hebben gedaan, maar die zijn echt super, super beast gegaan, joh. Waarom span die daar? Geen idee, maar ik heb je. Lekker jongens. Er is één ding waar je op moet letten in deze lobby. En dat komt omdat mijn teammates echt hard aan het gaan zijn. Is het spansysteem. Want er klopt helemaal. Maar ik heb helemaal geen ene koekwous meer van. Weet je wat? Ik zet mijn dubbele punten aan. Ik heb mijn Talon. Dat is één. En wat ik dan ga doen is ik ga mijn Talon gewoon zelf besturen. Ik ga hem zelf besturen. Als je hem zelf bestuurt dan krijg je wel gewoon minder punten natuurlijk per kill. Je krijgt er niet 100 punten voor. Maar je hebt wel natuurlijk gewoon automatisch minder kans om dood te gaan. Vandaar dat ik hem zelf bestuur. En via deze manier probeer om mijn andere scorestreaks ook te halen. Met mijn Talon. Oh nee, nu spannen ze wel bij aan. Nu zijn ze wel naast me gespannen. Maar lekker. Ze pakken nu aan. Dat is niet een heel groot probleem, moet ik even toegeven. Want ik leef nog steeds. Ik leef nog. Ik lig ernaast. Ik leef nog. Of ben nee, ik ben wel gekild. Ah, ik dacht dat ik nog leefde. Ik zag mijn lichaam liggen. Ze hebben me dus wel gekild. Kijk, dat is wel het risico als je hem zelf gaat besturen. Maar anders had ik misschien mijn streaks wel heel makkelijk kunnen halen. Misschien was het ook handig om eruit te gaan.
En dan zeg maar, op het moment dat ze naast me waren gespant er weer eruit te gaan. Zodat ik gewoon dan zelf de kills kon oppakken. Maar ja, weet je, is niet erg. Hij is nu ook kapot. Talon. Rip Talon. Je hebt het goed gedaan, jongen. Dat sowieso. Zo, dat is een sneaky spot, jongen. Jeez. Wow, yo, dit is echt... Zo, je had dat dood moeten zijn, maar... Nee, dat was een pressie! Scott Green! Jij vieze zak! Ik wist dat hij er nog in zit. Het kon niet anders, joh. Ik wist het. Ik zei ook, ik ben bang voor die gast. En nu zie je waarom. Dat wapen is zo ongelooflijk sterk, jongen. Lekker bezig. De eerste ronde zit er wel op dit moment. Ik moet je eerlijk toegeven, we hebben het echt goed gedaan, man. 30 kills gedropt, 36... Helaas hadden we mijn scoresticks niet gehaald. De Talon hebben we wel gehaald. Maar ja, omdat ik hem zelf bestuurde, ging ik dus dood. Had er misschien wel gewoon uit moeten gaan. Weet je. Dat is mijn schuld. Eerlijk, dat is mijn schuld. Maar we zijn echt kaart aan het krallen, man. Over het algemeen heb ik gewoon kei veel kills gepakt ten opzichte van mijn teammates. Alleen, hoe wij het boekje domineren, dat is niet normaal, joh. En dat doe ik niet alleen. Dat doe ik echt samen met mijn teammates. En hopelijk gaat het deze ronde gewoon op dezelfde manier. Als we nu kunnen blijven domineren, jongen. Wajo, wajo, wajo. Kom op, teammates. Aanpakken. Lekker bezig met z'n allen. En nu is de kwestie van even niet meer doodgaan. Heel even kijken wat de enemies gaan doen. Zodat zien komen ze om pushen. Lekker teammate. Dat is een goede kill van je. Lekker. Hij is al B aan het pakken. Ik weet niet of dat zo slim is, maar ja. Als het hem lukt. Ik kan hem verdedigen. Had ik niet moeten doen, maar ik heb hem nu wel verdedigd. Nu hebben ze wel B gepakt, want hij kwam me nu niet pushen. Ik wist dat ik dood ging. Ik had eigenlijk weg moeten gaan daar, maar ja. Te laat. Dat was één harde pre-fire, jongen. Wajo. Hij zit daarboven, hij zit daarboven. Dat is wat wij noemen een campertje. Hij zit daar bovenin namelijk. Lekker teammates. Je zou zeggen dat hij me kwam pushen, maar hij heeft het niet gedaan, hè? Zag je dat? Hij had me geraakt met die granaat. Dan denk je, nou, hij komt wel nu om afrennen of zo, maar... Dat deed hij dus niet, hè? Enemies hebben Severus op dit moment. We hebben een hater. Ah, stomme camper met zijn VUP! Stomme camper! Ze hebben een Severus, die moeten we wel in de gaten houden. Iemand heeft een Rave. Ja, hij zit zijn Severus te besturen. Hij zit zijn eigen Severus te besturen. Alright, dan weten we dat ook weer. En zoals ik net mijn Talon bestuurde, zit hij nu zijn Severus te besturen. Zullen we C pakken, jongens? Gewoon doen? Oh, wacht. What the fuck? Ik zit gewoon C te pakken. Staat de Severus naast me, hè? Holy shit. Het is me gewoon gelukt. Weg hier. Nee, nee! Nee! Oh, dit meen je niet! Ik heb hem gewoon helemaal gepakt terwijl het ding naast me stond, hè? Wauw! Ik heb hem wel gekregen. Alleen helaas was ik dood gegaan, maar... Ik kan zeggen wat je wil. Het is ons wel gewoon gelukt om dat ding te pakken. Terwijl er een Severus naast me stond. Wow, dat was geluk, jongen. Kijk uit voor die Sam, hij rijdt er nog steeds in, joh. Gekke man is dat, hoor. Hij is dood. Kijk uit voor die Severus rijdt er nog. Hoi, dat ding, jongen, is zo gevaarlijk. Nee, stomme Severus! Dat ding gaat ook niet meer weg, hè? Are you kidding me, bro? Mooi is hij voor, maar niet mooi genoeg, maar ik ben wel dood. Dat ding dat rijdt nog steeds rond, hè? Maar niemand die hem ook kapot maakt. Nee, dat is een stomme ding! Wat? Hij rijdt nog steeds! Nee! Ik heb gewoon mijn hele scoresies niet kunnen halen, hè? Alleen mijn Talon natuurlijk wel, dat wel. Alleen mijn hater en mijn rave die heb ik gewoon niet gehaald. Oh, granaat. Nou, Severus! Gemaakt. Die gast staat 26 om 3. Alleen maar door dat stomme karretje van hem. Demolition.
Dan hebben we nu ook nog een rave gehaald, joh. Niet gaan campen, jongens. Niet gaan campen, jongens. Waar zitten ze? Nee! Oh! Ik was al bijna dood ook, joh. Zo. Maar die Grip Boy, of die Grip 17, die heeft gewoon het hele potje. Heeft hij gewoon helemaal verpest door die stomme Cerberus van hem. We konden niks meer. Dat ding hoorde je schieten. En hij heeft er zo lang in die tweede ronde mee kunnen rijden, joh. Dat is niet normaal, man. 31-4 staat hij door dat stomme karretje. En alleen maar door dat stomme karretje. Dus dat heeft hij wel echt goed gedaan. Helaas hebben wij onze streaks niet kunnen droppen. We hebben één keer de Talon gehaald. Ik had er eigenlijk dus ja, iets eerder uit moeten gaan. Dan hadden we misschien de kills naast me kunnen oppakken. Maar weet je, dat is allemaal achteraf. We hebben wel gewoon 51 kills gedropt. We hebben echt wel hard die enemies gedomineerd. Helemaal als je kijkt naar domination scoren. 274. Dus het was gewoon een mooi potje. Daar komt het neer. Dus jongens, mocht je hebben genoten, dan natuurlijk zoals keihard blijven. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal voor meer Call of Duty en andere games. En dan zeg ik bedankt voor het kijken, bedankt voor de support. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.